van de scene. Aan de telefoon trainer Egon Floors. Hij is trainer van Weije 92, de handbaldames van Dames 1. Zij speelden gisteren tegen SEW Dames 2 uit. Verloren met 37-16. Goedemiddag, Egon. Goedemiddag. 37-16 klinkt als een wat slechte gespeelde wedstrijd. Of is dat niet goed? Mijn conclusie. Nou, we waren niet op onze best, maar ik moet ook de complimenten geven aan SEW die uitstekend de zaak op elkaar had. Ze staan niet vies bovenin. En wij konden daar de eerste helft en niet genoeg tegenover zetten, maar daar hebben we het wel precies. En wat was de ruststand na de eerste helft? 23-8 of 9 uit mijn hoofd, dat weet ik niet precies. Dus eigenlijk hebben jullie waarschijnlijk de tweede helft beter gespeeld dan de eerste helft, klopt dat? Ja, de tweede helft hebben we sowieso beter gespeeld dan de eerste helft. Maar we hadden de eerste helft eigenlijk omrompeld door het spel van SEW. En daar hadden we geen antwoord op. En SEW ging niet van het gas af en we kregen het ontzettend lastig. En met name balverlies leidde tot heel veel tegendoppen. Dat was jammer. Mm-hmm. Maar het is dus niet zo dat jullie conditioneel dan niet mee konden komen, als ik het zo hoor? Nee, sowieso niet. Daar ligt het bij ons eigenlijk bijna nooit aan. Het was, ze waren gewoon op alle fronten gewoon net iets scherper en ook beter op bepaalde posities. En dan is het, als je zelf net iets te veel fouten maakt, dus gaat het heel snel. Hoe ga je van de week op trainen, zodat dat volgende week tegen VNS beter gaat? Ja, volgende week tegen VNS heb je een hele andere tegenstander. We gaan gewoon door op de weg die we ingeslagen zijn. En de meiden hebben zelf gezegd dat ze naar vertrouwen hebben. Maar ze weten ook zelf waar het aan ligt. We hebben het ook al uitgesproken naar elkaar. En dan is het gewoon weer doorbouwen naar de volgende wedstrijd. Maar wat is het verschil in VNS en SEW? Nou, SEW staat eerst of tweede, dat is niet precies. En VNS staat één plek boven ons, met een puntje meer gewonnen. Dus zij spelen van SEW hoeven we niet te winnen. Van VNS moeten we winnen. Ja, nee, dat is ook zo'n lastige conclusie. Ja, dat is op zich een hele goede conclusie. Wij spelen nu voor het kampioenschap. We hebben ons team op 6 plekken moeten veranderen. Dat weet je van tevoren, het bouwen wordt. En dat kost tijd en dan moet je geduld veranderen. Zie jij later in het seizoen meer klimming in de eindstand? Ik denk, we hebben natuurlijk zware weken gehad. We krijgen deze 4 weken hebben we alle toppers gehad. DOS, ECW, VVW zijn allemaal ploegen die op de derde, vierde plaats staan. Eerste, tweede, derde, vierde plaats. Dat is lastig. Mm-hmm. En dat speel je ook best goed mee, met name VVW thuis speel je hartstikke goed. Fido uit speel je een hele goede tweede helft. Gisteren speel je eigenlijk een redelijk, maar vies en heel dik, waardoor het toch een zuur gevoel is. Maar die lijn moet je doorzetten. Mm-hmm. Nou, dan gaan we kijken volgende week of er een winst in zit tegen VNS. En dan bellen we volgende week weer. Hij zit erin, ja? Ja, zeker. Nou, dan gaan we volgende week horen of het ook daadwerkelijk waar is gemaakt. Oké, komt goed. Nou, tot volgende week. Fijn weekend. Oké, hoi, fijn weekend.